John, een terechte winnaar. Absoluut. Ik durf nu hier hardop te zeggen dat er wat mij betreft twee favorieten waren. En mijn insiders bij Talpa weten dat. En voordat iedereen dat straks gaat vragen, ik ga niet vertellen wie die ander is. Maar zij was één van die twee omdat het bijzonder is. En ik denk dat dat de grote winst is van vanavond. We hebben een bijzondere winnaar met een bijzonder liedje. En geen doorsnee artiest met een doorsnee liedje. En dat is heel belangrijk, denk ik. En nu op weg naar Baku. In hoeverre blijf jij betrokken in de aanloop naar het Eurovisie Songfestival? Wij zullen daar wel bij betrokken blijven. Het Eurovisie Songfestival is omgeven met reglementen en voorwaarden. Het toeval wil dat een groot deel van de mensen die het Eurovisie Songfestival maken uit Duitsland komen, van een Duitse productiemaatschappij, die ik toevallig heel goed ken. En wij willen gebruik gaan maken van die relatie en de ruimte die de mogelijkheden van de reglementen bieden om vooraf met die mensen te gaan overleggen hoe wij Joan en alles wat daarbij hoort, de belichting, de aankleding, de special effects, zo goed mogelijk als het maar kan voor te bereiden. Zodat we op alle fronten het beste van het beste kunnen, bij elkaar kunnen krijgen om haar daar te laten schitteren. Dankjewel.